Die zijn ook helemaal geteamd naar het spel van ze vandaan komen, zeg maar. Maar in ieder geval, ik was aan het vertellen. Ik moest dus folders afleveren bij zo'n boerderij ook. En voor aan de weg voor hun brievenbus lag zeg maar iets onder een doek. Dat was echt zo'n grote hoop. En ik liep er langs. Ik ben zelf heel angstig. Dat geef ik toe. Ik ben echt een watje. Als ik kan niet. Ik kan ook niet tegen Core en over. Als mijn hondjes hier, dat is ermee. Over hun nek gaan, dan kan ik ook echt niet tegen. Dan moet ik ook. Lekker gesprek voor het eten, maar goed. En ik loop dus naar die boerderij toe en ik denk, wat de fuck is dit? En dat beest dat lag dus echt voor de brievenbus. En omdat het waaide, het zeil die was er half van afgewaaid. En onder dat zeil lag dus een kalf. En ik denk dat die was aangevallen of zo door een hond of zo. Want zijn longen, die waren gewoon helemaal uit zijn lijf gerukt. Die lagen gewoon zo over de grond. En daar lag nog een plas vocht in combinatie met bloed lag er nog onder. Nou, ik heb echt nachten niet meer geslapen. Ik ben er zo van geschrokken. Helemaal als je het niet verwacht. Het is echt. Nou. Zo erg is het ook niet. Hey, daar heb je Ricardo weer op stream. Mwahahaha. I am now hijacking your stream. Sorry. Sorry bro. Wat eten wij vandaag allemaal? Het is bijna etenstijd. Dus het is een... Het is bijna etenstijd. Wat eten wij vandaag, dames en heren? Beste Ricardo, spaghetti schrijf je gewoon met een i, geen niet met een e erachter. Ik eet alleen. Ik ben alleen thuis vanavond. Ja, precies zo. Goed zo. Ik ben trots op je. Ik ben trots op je, jongen. Maar ik eet alleen, dus ik eet vanavond pannenkoeken. Ook echt jaren, of nou maanden al geleden is. Ik vind het echt heerlijk. Lekker pannenkoeken. Hey Mule, waar je spare-ups gisteren? Nou, het worden toch het worden magnetron pannenkoeken, helaas. Maar die kunnen ook aardig goed zijn. Als je het goede merk hebt, zijn die echt top. Zelfgemaakt is natuurlijk wel beter. Niet één helaas. Ja, als je verse pannenkoeken maakt, dan Beetje kaneel door de mix in doen. Dat is zo lekker.
Nou, op zich, ik kan wel eens een keer een kookstream gaan houden. Eigenlijk wou ik kok gaan worden. Ik wou koksopleiding doen. Maar het ging niet goed, dus ik moet stoppen. Omdat het verzorging op school ging slecht. Omdat ik elke keer verbrandde alles en zo. En op een keer ging ik elke keer de handdoek in de fik. Naar mij rondzwaaien, was ook niet de bedoeling. Maar ook niet. Dat mocht niet eens. Is toch jammer? Koken met Jess. Oh, bakkersopleiding is awesome. Of lijkt me heel erg awesome. Ik heb laatst heb ik nog ooit het gemaakt, taart gemaakt voor de lol. Je moet iets met je leven. Je moet toch iets leuks met je leven doen. Ja, ik kan begrijpen. Hij is vroeg uit bed om echt vers brood te maken zo. Nou, respect dat je het volhoudt. Niet iedereen die zou het zo volhouden. Ook al klinkt bakker als gewoon... Ja, ik moet zeggen. Brood maken. Het kan alsnog een best wel zwaar werk zijn. Kan ik begrijpen. Als je elke keer vroeg uit je bed moet en... hard bezig en... al die dingen doen. You know what I mean. Oh kijk, we kunnen gewoon gas snijden ook. Nu wat skill voor springen. Yep, Super Meat Boy. X-speler, Ultimate Zerg, ook al genaamd Jess. Oh ja, kut. Ik ga dat ook weer doen. Hallo, Kenzigman. Ja, ik ben echt dramatisch met namen, dat is echt triest. Spijt me als ik jullie namen ooit verkeerd zeg. Geen idee eigenlijk, Oxy. Er stond eigenlijk iets in de planning, maar ik weet niet zeker of ik erheen ga. Ik twijfel het best wel erg. Klinkt heel erg vet, Petertje. Heb je ook een kostuum?
Of als wat ga je, of als wie ga je, of als hoe ga je. Verkleed, niet verkleed, of gewoon een shirt aan of zo, smink. De laatste keer dat ik naar een feest ging, dat was carnaval. Maar het was zeg maar een horror thema als carnaval. En ik denk dat het twee of drie jaar geleden is of zo. En toen ben ik dus gegaan als Joker van The Dark Knight. Maar ik was dus vergeten, dat het best wel lang geleden was, dat ik allergisch ben voor smink. En toen is het best wel een erg nasty avond geworden. Mijn hele gezicht was helemaal rood, helemaal dik, heel erg tranend branden en toen ben ik na een uur moest ik naar huis, omdat het gewoon niet meer ging, omdat het gewoon zo erg brandde en steekte. En toen is gewoon hele stukken vel zijn er gewoon losgekomen en echt een drama, dat was echt zo dramatisch. Dat was echt feest. Ja, ik weet het, ik doe altijd hele domme dingen. Heel misschien maar, misschien kan ik hem nog vinden, maar ja, some Joker. Ik had het ooit op Hives staan, maar Hives is dood. Sort of. Wie gebruikt er nog Hives? Ik wacht geduldig op een antwoord. Wie gebruikt er hier nog Hives? Want wie er nog Hives gebruikt, die moet zich kapot schamen. Die moet zich... Oeh, er ligt een band-aid zonder, die moeten we nog hebben. Gaan we zo terug. Dankjewel Kenzik. Thank you very much. Eet smakelijk en geniet van je meal. Van je maaltijd. Kenziek. Kengis, sorry. Oh god. Oh god. Ik zit half mee te lezen. Een half te spelen, dus soms lees ik namen fout. Genghisman. Hey, Genghisman. Genghisman, jongen. Wil ik een lekkere puurkie erbij, jongen. Iswa. Is door. Lekker zitten. Pak je Jonko Johnny erbij! Pukje aan! Ik ben echt slecht met zo'n accent. Wie praat er nou allemaal op apps? Op,